Als voetballer wil je prijzen winnen en als trainer wil je prijzen winnen. En gelukkig moet ik zeggen, de beker en de Supercup. Gevoelsmatig is het toch altijd, is het wel iets meer aan het worden, ook in Nederland. En ik hoop in de toekomst dat het gewoon traditie wordt, dit soort wedstrijden, of het nou de beker is of de Supercup. Staat het niet heel erg in de schaduw van de bekerfinale? Toen was alles zo groot, het leefde enorm. Ja, maar kijk, ik denk dat we in Nederland misschien wel iets missen om ergens een traditie van te maken. In Engeland, dan lijkt dat door een aantal factoren veel meer. Maar ik moet zeggen, de beker was toen in mijn tijd ook niet helemaal speciaal. En dat is het ook steeds meer aan het worden. Dus wat dat betreft heeft het misschien tijd nodig. En die Supercup, wat kunnen we daar dan aan doen? Nou ja, ik denk dat men al bezig is natuurlijk om het hier en daar te beïnvloeden. Nu wordt het gespeeld in het stadion van de landskampioen. Dus ik denk dat wel, ik vind dat wel een goed idee. Maar zonder supporters van Vitesse? Ja, daar ga ik me niet over uitlaten. Ik hoop niet dat men mij nodig heeft om aan te geven hoe belachelijk dit is. Dan wil je eigenlijk helemaal geen woorden aan vuil maken? Nou, het enige wat ik aan vuil wil maken is dat ik absoluut onze supporters begrijp. En wij ook, hoe wij dat ook kunnen steunen. Het meest typerende vind ik dat de supportersverenigingen wel solidair zijn. En iets minder hypocriet als dat wij voetballers of mensen die voetbalclubs leiden enzovoort. Dat is duidelijke taal. Ja, maar goed. Nogmaals, ik denk niet dat je mij nodig hebt daarvoor. Ik denk dat jullie als journalisten, maar ook mensen die het beleid voeren, dat die veel beter dat kunnen inschatten. Zin in? Een grote wedstrijd, de eerste van het seizoen natuurlijk. Spelers ook, denk ik. Jullie hebben een soort van gedaantewisseling ondergaan, mag je wel zeggen. Heel veel spelers weggegaan, toch ook weer heel veel kwaliteit gekomen. Ja, daarom. Kijk, je weet eigenlijk in Nederland, wat een opleidingsland is, dat je eigenlijk elk jaar opnieuw moet beginnen. Er is bijna geen tijd om. In het buitenland is dat duidelijk zo, maar in Nederland gaat het ook steeds meer. Je moet vanaf het begin, de voorbereiding, moet je heel veel tijd besteden aan vastigheden. Dat erin zien te krijgen, want je wordt meteen weer beoordeeld. Dus er is geen tijd, voor mij niet, voor de spelers niet, om te zeuren over dat soort dingen. En ook wij moeten niet zeuren over het verhaal nu Johan Cruijffschaal. We moeten hem spelen, we willen hem spelen. Het is een prijs, we spelen tegen een mooie tegenstander in een mooi stadion. Wij zijn als Vitesse volgens mij groeiende. We moeten werken aan een aantal zaken, zoals de gunfactor. Nou, er zijn een aantal zaken die ook bij deze wedstrijd, de Johan Cruijffschaal, heel waardevol zijn. Zoals de Johan Cruijff Foundation. Daar werken we heel graag in mee. Dus wat dat betreft hebben we heel veel zin als spelersgroep en als staf in deze wedstrijd. Een prachtig seizoen ligt achter jullie. Ligt de lat weer hoger? Ik denk dat men daar heel graag over praat. Ik denk dat elk seizoen voor een club als Vitesse het reëel is dat we dezelfde uitdagingen aan willen gaan. En dat is de top 3 zo moeilijk mogelijk maken. Wellicht ons daartussen wurmen. Daar gaat wel heel wat voor nodig zijn. Verder play-offs halen, ver komen in de beker. Nou, in dit geval voor ons zo ver mogelijk komen in de Europa League. Dus ja, er liggen heel veel uitdagingen en we hebben een groep die uitdagingen aan zullen gaan. En dat gevoel en dat vertrouwen, dat durf ik wel uit te spreken. Wat het ons op gaat leveren, daar komen zoveel andere factoren bij.